Dan heb ik er nog wel een paar voor je. Dat is niet echt. We zijn de frisse wind door het cultuurhuis aan het blazen. Ja? Ja, dat begint met poetsen, zie ik wel. Hè? Ja. Hoi, alles goed? Zeker. We zijn natuurlijk plotseling op 15 maart moest de deur dicht. En dan viel alles stil, dus het is hier een soort doornroosje geworden. Ja. En dat moeten we weer eventjes goed recht zien te trekken. Maar je was vorige week, zag ik je ook voorbij komen in de krant. Het goede nieuws is in ieder geval dat jullie een jaar verder kunnen, toch? Ja, ondanks dat we natuurlijk eventjes op slot moesten 15 maart, is dat heel mooi nieuws dat we hier een jaar mogen verder gaan. Ja. En dan we in september volop kunnen starten met nieuwe cursussen. En dat gaat ook gebeuren, want jullie zijn nu eigenlijk bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Ja, ja. We hebben alles opnieuw ingericht, een nieuwe website. Nieuwe pagina's gemaakt, we hebben een nieuw logo. Mensen kunnen ons vinden op www.cultuurhuis-kuiperspoort.nl. Dat is een hele lange. Ja, een hele lange. En daarin kunnen ze dus de cursus zien. En dan hopen we dat ze ons vinden en inschrijven natuurlijk. Als iemand een goede docent weet die iets wil aanbieden, is die van harte welkom. Neem contact op. En we willen de open ateliers meer uitbouwen. Dat er toch meer ook los mogelijk is dat je hier eens een ochtend wil keramieken of schilderen boven. En open atelier betekent dat als ik daar zin in heb, dan kan ik me hier gewoon aanmelden en dan kan ik op de bepaalde dagdeel. Ja. En dan kom je bij Henk, onze vrijwilliger, terecht. En die, daar koop je dan bijvoorbeeld een dagstrip, een dagkaart. Of als je 10 keer wil kopen, een grote kaart. En dan kan je gebruik maken van onze ateliers op maandag en op donderdag. Hoe lang ben jij hier docent nu? Ik heb al 10 jaar mijn bedrijf hier in Middelburg. Al de infrastructuur was hier. En die had ik niet. En toen hoorde ik dat de andere docent ging stoppen. En ik dacht, ja, dat is de moment. Dus ik heb Sylvia gebeld. Van, goh, ben je nog op zoek? Ja, zegt hij. Ja. Dus eigenlijk ging het meteen goed. Ja. En dat was 2 weken geleden. En toen dacht ik van, kom op. We gaan dan beginnen. Ja. Schoonmaken en alles opnieuw inrichten zoals de corona proef wordt. En heb jij eerder les gegeven of is dit voor jou ook een soort ontgroening? Nou, grote groepen draailes is het voor mij voor het eerst. Maar ja, goed, ik draai zelf al jarenlang. Ja. Dus, maar ik had nooit de infrastructuur ervoor. Dus nu heb ik de gelegenheid om hier draailes te gaan geven. Dus ja, ik zat te wachten. Nou, superleuk. Ja. Nou, heel veel succes hier. Hey, super bedankt. Leo, aangenaam. Want wij hebben elkaar er nooit ontmoet. Wie ben jij? Leo Silvius. Ik woon 22 jaar in Vlissingen. Ben daar begonnen met keramiek maken. Ik ben eigenlijk violist van beroep. Maar, eigenlijk ben je? Wat? Wat ben je van beroep? Violist. Oh, dat is echt heel anders. Ja. Maar toch hoor. Ja, het zit in de kunstrichting, hè? Ja, dat is, dat is wel. Ja. Maar ik vind het wel interessant. En keramiek heeft me wel altijd aangetrokken, vormen maken en zo. En gewoon qua techniek, ik heb er zoveel mee bezig gehouden dat ik uiteindelijk een extra glazuurjaar op de SWB in Gouden heb gehad bij Mieke de Groot. En ja, het was heel. Het was wel lekker om eindelijk de geheimen van het glazuren te kunnen ontdekken. Ik heb wel combinaties gemaakt, inderdaad wat er nou in China staat. Dat is een combinatie van muziek, mijn eigen improvisatie en keramiek. Ja, dat is toch super leuk. Ja, dat is in een zoektocht naar ja, hoe kan ik dat, kan ik hier een synthese van maken van waar ik mee bezig ben. Dat zijn dus lichtprojecties tegen biscuitkeramiek. En met vanuit een video, en in die video zit dus ook meteen mijn eigen improvisatie. Dus je krijgt een sfeertje van, met licht, kleuren. Het klinkt echt heel interessant. Ja. Maar nu ga ik natuurlijk voorlopig nog niet naar China. Kan ik online daar ook iets van terugzien? Je kunt op mijn website dat vinden. Ja. Oké, dan ga ik dat opzoeken. Ja. Jij bent schilderdocent. Dat klopt, ja. Ja? Ja, ik ben Michiel Pauwels. En, maar dat is een bekende naam. Jij hing ook in rust. Ja, klopt. Ja, daar. Oh, dat is leuk je eens ontmoeten, aangedaan. Nou, mooi. Ja, zeker. Soms heb je er geen gezicht bij. Ja. Oké. Nee. En hoe lang ben jij al docent hier? Nou, ik voor in deze hoedanigheid, dat betekent als zelfstandig ondernemer, is het 3e jaar. En daarvoor, 10 jaar daarvoor, bij het Instituut van Kunsteducatie Walcheren was ik ook docent. Oké. Ja. En heb jij voor het komende jaar nog nieuwe plannen of andere aanpakken?
Nee, ja, met dezelfde enthousiasme en plezier in ieder geval weer een vol jaar een cursus geven. Maar stel nou, ik ben totaal een leek en ik heb het ook niet als hobby, maar stel nou dat ik denk van nou, ik wil leren schilderen. Kan ik me dan ook gewoon bij jou aanmelden? Als absoluut, ja, zeker. Van harte wel. Dus jij doet het van echte beginners tot... Tot gevorderd. Ja, leuk om even zo te horen. Zeker. En ik wens jullie ook een heel goed seizoen. Super, bedankt. Dankjewel. Jo.